Katholieke Onderwijzersbond wil een bijdrage leveren aan een heroriëntatie op ons onderwijs. In dit kader heeft zij gisteravond een lezing en een discussieavond gehouden met als thema De crisis in ons onderwijs, er is een alternatief. De voorzitter van de KOB, Bernice Baron, is blij dat men over het onderwerp wil discussiëren en ook nog oplossingen wil aandragen om uit de impasse te geraken. Volgens Baron bestaat er sedert 1980 een crisis en anno 2018 is deze crisis er nog steeds. Dus vanavond gaan we met z'n allen discussiëren en kijken welke oplossingen we eruit kunnen brengen of halen en deze aanbieden aan het ministerie. We hebben de studenten van AHKCO die een verslag zullen uitbrengen en dit verslag zullen we indienen bij het ministerie van Onderwijs. We gaan er ook achteraan zitten. Wat dit wanneer je hebt gepresenteerd, dan is dat alles. Maar we gaan er ook achteraan zitten dat de oplossingen die aangekaart zijn of de alternatieven, dat die dingen nou daadwerkelijk aangepakt worden. Harry Mungra, psycholoog en inleider, benaderde de crisis in ons onderwijs vanuit een maatschappelijk oogpunt. Want, zegt hij, goed onderwijs betekent dat je de basis legt voor een goede economie. Die uitingen van die crisis zijn heel hoog. En ik noem een paar mensen. Een van ze is projecten die niet worden uitgevoerd en verder neemt niemand. We hebben via IDB voor bij 1 bijvoorbeeld zoveel miljoenen. En de hele verantwoordelijkheid gaat rustig weg en niemand zegt toen wat. In 1978 hebben we alle onderwijs 75 leerkrachten getraind in anders lesgeven. 1 miljoen. En naar het project, ja, gingen de onderwijzers weer hun eigen dingen doen. Dat geld is verloren geld. En zo zijn een aantal van die zaken uitgevoerd of niet uitgevoerd en ook niet geëvalueerd. Harry Mungra, psycholoog en inleider, gisteravond in het KOB-gebouw tijdens de lezing en discussieavond georganiseerd door de KOB. Het thema was de crisis in ons onderwijs, er is een alternatief.